de vuurdood! Ik heb hier in mijn handen de lucifer. De lucifer die vanavond beslist over leven en dood van twee waaghalzen. Zo meteen steek ik dit vuurspoor aan. Dat leidt naar een blad vliegenpapier gedrenkt in aanstekervulling. Klaar om naar afgeschoten te worden zijn. Hip en hop! De levende kanonskogels. De trekker wordt overgehaald door Jim. Getraind om te springen als dit klokje afloopt over 15 seconden. Het lot van onze helden ligt in handen van de meesteres van de hoge koord, Rosie! Hangend aan een dunne draad zal Rosie zich op deze palen storten om een veiligheidsweb te spinnen in minder dan 15 seconden! Niet straf genoeg, zeg je? Wel, wat als we ze allemaal blinddoeken? Dames en heren, mag ik voorstellen dat gevoelige toeschouwers nu de arena verlaten? Dit nummer is zo gevaarlijk dat bij het minste wat misloopt. Ja, zet hem nog eens in de fik!